een ander soort video als normaal, maar vandaag ga ik eigenlijk twee puntjes met jullie bespreken. Zoals jullie al aan de titel hebben kunnen zien, ga ik het hebben over 1. De uploaddagen en 2. Over een Q&A. Ik begin met puntje 1, uploaddagen. Wel, voor mij is het eigenlijk heel erg lastig om altijd op woensdag en op zaterdag een video klaar te krijgen. En ik ben er dan ook niet altijd en ik heb dan ook niet altijd tijd om tegen dan een video klaar te krijgen. Dus daarom ga ik namelijk geen vaste uploaddagen meer inlassen, maar ga ik een beetje random in de week, wanneer ik tijd heb, een video uploaden. Het kan ook zijn dat er soms maar 1 keer per week een video online komt, soms 2 keer per week, misschien wel 1 keer, 3 keer per week. Het hangt ervan af of ik tijd heb of niet. Ik heb het eigenlijk veranderd omdat ik al een paar keer echt maar juist op het nippertje nog een video klaar kreeg. Omdat ik het ook druk heb met school. Nu is het wel vakantie, maar school begint terug morgen. Ook omdat ik ook soms ergens heen moet. En natuurlijk gaat familie of afspraakjes voor. Zeker als het met familie of vrienden te maken heeft. Maar daarom ga ik het dus aanpassen en gewoon random dagen in de week doen. Hopelijk vinden jullie dat niet erg. Laat even zeker weten dat jullie het oké vinden. En dan puntje 2, een Q&A. Ik zou graag in het begin kort een Q&A doen, maar om een Q&A te kunnen doen heb ik natuurlijk vragen nodig. Daarom vraag ik jullie, je moet het niet hoor, maar om wat vragen achter te laten in de reacties, zodat ik een Q&A kan doen. Ik denk dat deze Q&A ongeveer over 2 weken online komt, dat ik zeker genoeg vragen verzameld heb. Of ik kijk wel wanneer dat ik ongeveer wel genoeg vragen heb. Je mag mij alles vragen, maar natuurlijk zijn sommige dingen zo privacy, zoals mijn woonplaats en zo. Maar laat gewoon zeker achter wat jij nog eens graag van mij zou weten. Ik heb ook al een TMI-tag gedaan, dus het kan wel zijn dat er al een paar vragen beantwoord zijn in de Q&A. Dus ga hem ook vast en zeker kijken. Er staat als link in de beschrijving. En dat was dit mijn video. Hopelijk vond je hem leuk. Doe zeker een duimpje omhoog als het was. Abonneer voor binnenkort de Q&A en ook andere video's. Laat ook reactie achter met vragen en dat je het oké vindt van de uploaddagen. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Dag! Ik gebruik deze Catrice All Matte Plus Foundation in de kleur 020 Nude Beige.